Nou, wij bestaan al zo'n meer dan 100 jaar. En mijn overgrootopa is begonnen. Ik heb ook nog een mooie foto daarvan op de Molenbrug. Lange tijd onderhandelen met de gemeente. Zijn wij op Rijnhoek, hebben we ons op Rijnhoek gevestigd in 2011 onder de naam Karwijk. En tot op de dag van vandaag zijn we daar nog heel erg trots op dat we dat hier mogen doen met deze formule ook. Ja, wij zijn toch wel de decoratieve bouwmarkt. En ja, wij met onze achtergronden die wij hebben vanuit onze geschiedenis, vanuit de Kerkstraat, proberen wij het persoonlijke aspect ook extra in onze bouwmarkt naar voren te laten komen door middel van heel erg klantgericht met de klant mee te gaan in de winkel. Nou, ik kan je dat niet precies vertellen, maar onze administratie gaat niet zo ver terug. Maar ik kan je wel vertellen dat wij, ik denk toch wel bijna vanaf het begin toch wel lid zijn of in ieder geval sponsor zijn van de voetbalclub Roda 76. Wat ook heel erg belangrijk is, is toch wel je lokale gezichten laten zien bij clubs. Wij zijn niet alleen sponsor bij Roda, ook bij alle andere voetbalclubs willen wij ook gewoon ons gezicht goed laten zien. En daar ligt ook een groot potentieel van onze klanten. Nou ja, wat ik kenmerkend vind voor Roda 76 is de manier waarop jullie op dit moment met jullie sponsors omgaan. Hoe jullie proberen ook je sponsors te profileren in de club. En zeker ook nu dit interview, moet ik zeggen, draagt daar heel erg aan bij. Dat is echt voor de lange termijn, zo zie ik het. Nou ja, mij lijkt het leuk om Leen Vonk van het beveiligingsbedrijf voor te dragen. Waarom Leen? Ja, Leen is al een aantal jaren bij ons degene die zorgt ervoor dat ons pand goed beveiligd wordt. En tot ik 's nachts mijn bed niet uit hoef als het alarm afgaat.